Welkom op mijn YouTube-kanaal voor kappers. Mijn naam is Wolfgang Pepmeijer. Ik ben hoofdredacteur van Tophair en trainer en partner bij Jump Management voor kappers. En dit is mijn 160ste vlog op zondag. Ja, ik schrik er zelf van. 160 keer, 160 zondagen, een vlog. Hoe is het mogelijk? Ik weet het ook niet. Soms krijgen we van kappers de vraag van, schiet je nog steeds iets te binnen? Ja, nog steeds. En moet ik er 2 zondagvlogs per week doen? Er zijn altijd wel dingen te bespreken. Dus ja, het houdt niet op. Er zijn ook veranderingen in deze wereld enzovoort. En ja, daar kun je allemaal over praten. En ik krijg natuurlijk heel veel telefoontjes van kappers. En ik train heel veel kappers op locatie of meestal via Zoom. En kappers stellen me vragen. En één van die vragen die wil ik vandaag met jullie bespreken. Namelijk, heel veel kappers zeggen, joh Wolfgang, ik zit vol met ideeën. Ik heb wilde plannen, maar ik doe het allemaal niet. Ik doe het gewoon niet. Hoe kan het dan? Hoe is het mogelijk? Waarom doe ik dat dan niet? Ja, ik ben opgevoed met doe maar gewoon, dan ben je al gek genoeg. Oh jee, denk ik. Ja, dat kan. Ja, dan moet je geen winkel hebben en dan moet je niet zelfstandig zijn met een zaak, weet je. Doe maar gewoon, dan ben je al goed gek. Daar heb ik van gemaakt. Doe je gewoon, dan ben je al goed gek. Ja, daar kom je natuurlijk niet ver. En wat doen ze ook allemaal? Als iemand ideeën heeft, dan gaan ze die aan iedereen vertellen. Want dat kan toch helemaal niet. En dan verwacht je nog dat mensen hetzelfde denken als jij. Doen ze niet. Kijk, als jij een idee hebt, een plan. Je bent er al jaren mee bezig. Je hebt er al over nagedacht. En dan vertel je dat ineens aan iemand. En die ander, die hoort het eigenlijk voor het eerst. En die zegt, die weet ook niet wat hij daarop moet zeggen, want die heeft er de ballen verstand niet van natuurlijk. En dan zeggen ze, oh, doe maar niet. Allemaal, dat werkt allemaal niet. En doe maar rustig aan. En nou ja. En dan, als je dus aan 20 mensen iets vertelt over je plannen, dan heb je 20 keer een andere mening. En de meeste mensen die niet weten wat ze moeten vertellen, die zeggen gewoon, dat moet je niet doen. Gaat allemaal niet. Dus een van mijn adviezen is, praat er niet over. Waarom zou je? Er zijn misschien 1 of 2 mensen op deze planeet waarmee je dat misschien zou kunnen bespreken. Nou, dan moet je ook mensen uitzoeken die daar verstand van hebben. En de meeste dus niet, dus moet je ook niet vertellen. En dan, ja, dan komt er nog 1 ding kijken. Waarom dat allemaal niet zo goed functioneert zoals jij dat denkt. Kijk, als je alleen bent in een zaak, dan kun je doen en laten wat je wilt. Dan word je ook niet gecorrigeerd. Hè? En dan kun je dingen doorzetten. En niemand zegt dat het verkeerd is. Ja, als je het aan je klanten vertelt, zeggen ze altijd, dat moet je niet doen. Hè? Maar als je medewerkers hebt, dan zeggen kappers, ik weet niet hoe ik het aan hun verstand moet brengen. Ze zeggen, ze willen het allemaal niet. Ja, het ligt niet aan de medewerkers. Het ligt aan jou zelf. Ten eerste hebben niet veel mensen leiderschapskwaliteiten. Dat is iets wat je niet hebt, maar wat je wel kunt leren. En dan is het vaak zo dat als jij met plannen rondloopt, die nog niet klaar zijn, die ook nog niet op papier staan, maar je praat er al over, dan ben je niet duidelijk. Dan mompel je ook maar wat. En als je dan in de zaak vertelt, ja, ik zou dit misschien willen, misschien zou ik ook dat willen of dat. Weet je, op een gegeven moment luisteren de medewerkers helemaal niet meer. Want jij mompelt wel vaak iets wat anders zou moeten. Dat moet je niet doen. Ga over dingen praten als je duidelijkheid krijgt. Als het een beetje, ja, je moet die dingen op papier hebben, je moet steekwoorden hebben. En dan kun je wel tegen je medewerker zeggen, ik heb een idee of ik heb een plan. Ik heb erover nagedacht, maar ik ben daar zelf nog niet uit. Kunnen jullie mij erbij helpen? Dat is altijd de vraag. Haal ze mee in het boot. Geef hen verantwoording of vraag of ze mee willen denken. En zeg dan, als je het zelf nog niet weet, zeg dan ook echt, ik heb een plan, maar ik kom er nog niet goed uit. Ik weet nog niet precies hoe we dit moeten doen. Ik weet dat het anders moet dan nu. Logisch. Andere tijden vragen om andere oplossingen. Het moet altijd anders. Zo zit gewoon de hele wereld in elkaar. Zo simpel is dat. Dus ik weet dat dingen anders moeten, maar ik weet nog niet hoe.
En kunnen jullie mij erbij helpen? En als je die vraag stelt aan je medewerkers, kunnen jullie mij erbij helpen? Of willen jullie met mij meedenken? Dan zit je goed. En dan gaan de medewerkers daar ook niet tegen in. Dan gaan ze proberen om met je mee te denken. Ik vind het zo jammer en ik zie zoveel bedrijven waar potentie in zit. Maar ze komen gewoon niet verder dan hun eigen voordeur. En dan zijn heel veel kappers bang dat ze fouten maken. Hoezo? Als je geen fouten maakt, kun je ook niet leren. Juist doordat je fouten maakt, weet je wat werkt en wat niet werkt. Dus die angst om fouten te maken, die moet je niet hebben. Ja, en dan ben je natuurlijk bang, als ik nu fouten maak, dan lachen mijn medewerkers over me, andere mensen. Nee, die lachen niet, maar je moet met open vizier spelen. Je zegt bijvoorbeeld, ik ben iets van plan, weet nog niet precies hoe het werkt. En of het werkt, weet ik ook nog niet. Maar wij gaan het proberen. Wij gaan er nu mee beginnen. En willen jullie meedoen en kijken of het werkt. Misschien zitten daar nog een paar foutjes in. Hè? In dat wat ik wil doen of wat wij willen doen. Maar die fouten, die moeten we gewoon vinden. En ik wil je vertellen dat succesvolle mensen, die maken eigenlijk de meeste fouten. En niet succesvolle mensen, die maken minder fouten, want die doen helemaal niks. En als je natuurlijk de hele dag op je kont blijft zitten, wat moet je dan fout doen? Je gaat gewoon zitten. En als je actief bent en je doet van alles, je probeert van alles en je gaat ook dingen uitproberen. Het is toch logisch dat je af en toe, het is toch logisch dat je fouten maakt. Dat kan niet anders. En eigenlijk moet je op je schouders kloppen dat je zegt, hey, ik heb deze week minimaal al 10 fouten gemaakt. Dus ik weet nu, die 10 dingen die functioneren niet. Dus ik weet nu, volgende week probeer ik weer andere dingen uit. En zo leer je door fouten maken. Maar je moet ook transparant zijn tegen je medewerkers. Zeggen, hey, ik heb daar verleden week, misschien hebben jullie dat in de gaten gehad, heb ik iets uitgeprobeerd. Maar dat lukte niet, hè? Heb je dat gezien? Nou, ik ben daar nu achter gekomen wat precies ik fout heb gedaan. Of je vraagt aan je mee, ik heb iets uitgeprobeerd, dat lukte niet. Hebben jullie gezien waar het misging? Ga toch met open vizier spelen. Ga toch met die mensen praten. Communicatie, dat is heel belangrijk. Ja, dat was het voor deze week. Wij zien en spreken elkaar natuurlijk weer volgende week zondag. En ik wens je voor volgende week heel veel wijsheid. Tot dan!